ik mag het ook elke dag uitstenten. Dus dat doen we ook graag. Waarom bent u teruggekeerd naar Drachten? Ja, waarom weer? Het is een unieke kans om in je geboorteplaats, waar je 21 jaar al gewoond hebt en waar je ouders nog wonen, dat je daar burgemeester mag worden. En als je jou nog wil hebben, dan is dat nog wat. Dat is ook nog wel. Ook daar een voorzorgscommissie en er moet nog eenmaal over gepraat worden. En uiteindelijk komt het. En dat ondernemerschap wat in Drachten-Smanningenland zit, wist u dat al of is dat ook iets wat zo langzaam bij u is gaan dagen? Nee, dat wist ik al. Die microfoon is wel apart, ja, klopt. Het is ook geen Humberto pakken, natuurlijk. Nee, maar ik was burgemeester in de buurgemeente. Net over die harde provinciegrenzen heen in Groningen. En ik kwam hier al veel. Dus ik zag de dynamiek en ik proefde de dynamiek hier zeker. Als het alleen maar omdat je langs die A7 rijdt. En als je ziet wat hier gebeurt. Ik bedoel, het lijkt wel alsof alles op de schop wordt genomen. Maar hier wordt wel even geïnvesteerd in de toekomst. We hebben laatst hier een presentatie gegeven voor onder andere statenleden. Nou, je ziet er wel een beetje achterover wat hier eigenlijk allemaal gebeurt. Dan gebeurt hier heel veel.